Hallo jongens en meisjes van Muziek met Meester Marius, dat ben ik. Ik heb een filmpje voor jullie en in dit filmpje ga ik 10 tips geven over muziek maken, spelen op je blokfluit, hoe je met nog meer plezier op je instrument kunt spelen, hoe je jezelf kunt verbeteren, zodat je vooruit gaat. Nou, noem maar op. Ik begin met tip 1. Bij de allereerste tip is plezier. Als je met muziek bezig bent, dan doe je dat natuurlijk omdat je het leuk vindt. En niet alles lukt natuurlijk altijd direct. Je hebt soms een gek geluid uit je fluit, of je weet de muziek nou niet, of je vindt het heel erg moeilijk wat er allemaal moet gebeuren. En ik kan me ook voorstellen dat je het dan misschien soms niet meer leuk vindt, of dat je er helemaal geen lol meer in hebt. Nou, dat is eigenlijk jammer, want je moet al zoveel altijd. Dus dat met die muziek, zorg ervoor dat in ieder geval ook echt iets blijft waar je met plezier mee bezig bent. En dat wil dus niet zeggen dat altijd alles meteen moet lukken. Maar als je nou een keer iets hebt wat tegen zit, ga dan ontdekken hoe dat komt. En kijk of je jezelf misschien wat kunt verbeteren. En dan heb je daar misschien wel weer lol in. Of je pakt gewoon je map erbij en je gaat liedjes fluiten die je goed kan. En dan ontdek je hoe leuk dat fluiten is. En dan ga je vanzelf, ga je misschien ook wel weer vooruit. Ik vind gewoon eigenlijk een beetje domweg toonladdertjes op mijn blokfluit spelen. Dat vind ik bijvoorbeeld al hartstikke leuk. En dan weer een toontje hoger of een toontje lager. En daar hoeft dus niet altijd een heel ingewikkeld muziekstuk te zijn. Dus mijn allereerste tip is, zorg ervoor dat de dingen die je doet, dat je dat met plezier doet. We gaan nu naar tip 2. Tip 2 is afwisseling. Wat bedoel ik daar precies mee? Je kunt natuurlijk heel erg hard gaan oefenen, dat je vooruit gaat en dat misschien dat wat je moeilijk vindt lukt en noem maar op. Maar als dat het enige is wat je doet, dan wordt het op een gegeven moment misschien wel saai of dan wordt het misschien wel zelfs vervelend om te doen. Daarom is afwisseling goed. Je gaat ook niet de hele tijd hetzelfde liedje spelen. Kijk, als je de hele tijd bijvoorbeeld Mieke heeft een lammetje speelt, dan word je dat op een gegeven moment natuurlijk ook een beetje zat. Dus probeer de liedjes die je speelt af te wisselen. En probeer ook niet alleen maar te oefenen, maar vooral ook te spelen de liedjes die je al goed kunt. We gaan nu naar tip 3. Tip 3. Lastige stukjes. Wat veel mensen doen, dat is als ze een liedje spelen, dan beginnen ze bij het begin. En dan gaan ze spelen. Gaat allemaal lekker. En dan maken ze een foutje. Een fout. En dan beginnen ze weer opnieuw. En dan gaan ze weer spelen. En dan maken ze weer een fout. En dan gaat zo de hele tijd door. Dat begin, dat kunnen ze op een gegeven moment dromen. Want dat hebben ze heel vaak gespeeld. Nou, mijn tip is om als je een fout maakt, stop dan en ga eens kijken waarom het fout ging. En ga dan dat kleine stukje oefenen. Als ik naar het liedje kijk wat nu op het scherm staat, dat is Old MacDonald Had a Farm, het is een stuk ervan. Dan begint het met 3 keer G. Nou, dat vinden de meesten niet zo heel moeilijk. En dan komt daarna die D. En dan moeten ze in 1 keer die 3 vingers van de rechterhand erbij doen. Dus je hebt eerst dit. En die overgang van G naar D, dat is misschien lastig. Kun je beter, bijvoorbeeld 10 keer achter elkaar. Enzovoort spelen en oefenen. Dat is veel handiger dan iedere keer opnieuw beginnen. Nou, dan ga je daarna hem spelen en dan merk je misschien wel dat lastige stukje wat je hebt geoefend ineens lukt. Hartstikke tof. Nou, als ik naar dit liedje kijk, ik maak hem even groter, dan zie je hier bijna het hele lied Old MacDonald Had a Farm. Maar dan kunnen we nog eventjes kijken. We hebben net GD gezien. En in regel 3 zie je dat ook. En daar staat er ook nog een ritme. Ik heb ook nog een stippellijntje gezet in dat groene hok. Dat komt omdat namelijk als je GDDG speelt, zoals het in dat hok staat, dan krijgt het ineens een heel ander soort gevoel dan wanneer je die noten speelt in het liedje. Daarom heb ik eventjes die stippellijn gezet, want je zou dus kunnen oefenen D, D, G. Of je oefent de eerste helft van het hok, G, D, D. Nou,
dat verschilt natuurlijk per liedje. In dit liedje is het zo dat ik hier toevallig een hok omheen heb gezet. Maar dat had ook iets heel anders kunnen zijn. Want misschien vond je wel BBAAG heel moeilijk. Of DEED. Dat verschilt natuurlijk voor iedereen. Het ligt eraan wat jij lastig vindt. Dat laatste, dat lijkt heel gemakkelijk. Maar voor als je natuurlijk moeite hebt met een ritme, dan is het wel handig dat je bijvoorbeeld ook een ritme apart kunt oefenen. Zoals in dat beetje donkerpaarse hok. Dus je oefent alleen die lastige stukjes. Dan wordt dat oefenen ook niet een soort toeval. Zo van, oh, nu is het toevallig een keer gelukt. Nee, dan ben je echt precies dat aan het oefenen wat je lastig vindt. En dan ga je vooruit. En dan kun je daarna dat liedje spelen zonder dat het toevallig lukt. Want je bent echt vooruit gegaan. Oké, de houding. Nou, daar kun je natuurlijk van alles en nog wat over zeggen. Over hoe je staat of hoe je zit. Of je een muziekstandaard gebruikt of niet. Wat ik overigens wel adviseer. Want dan heb je in ieder geval je boek of je map recht voor je. Want anders zit je al helemaal zo voorover als die op tafel ligt of op de bank. Maar met houding bedoel ik op dit moment even iets anders. Namelijk, hoe hou je nou je blokfluit vast? Ik heb heel veel kinderen gezien, die hebben bijvoorbeeld een liedje waar heel veel B, A en G in voorkomt. En dan spelen ze met hun linkerhand, dat gelukkig. Maar dan die rechterhand, die doet helemaal niks. En dus moeten ze en spelen met hun linkerhand en tegelijkertijd ook die blokfluit vasthouden. Het is natuurlijk super onhandig, want je moet en die fluit goed vasthouden. En als je dan ook nog met je vingers moet spelen en het moet ook nog een beetje vlug, dan lukt dat niet. Want die fluit zwabbert alle kanten op en nou ja, dan hoor je dus ook dat de tonen minder goed worden of dat het ritme niet meer klopt. Dus het handigst is om je duim van je rechterhand te nemen, daar je fluit zo op te leggen, alsof je een soort standaardje voor je fluit hebt. Sommige kinderen houden dan hun fluit hier vast. Nou, dat is ook niet de meest ideale plek om je fluit vast te houden, omdat je namelijk ook wel eens deze vingers nodig hebt. Dus je duim, die hou je eigenlijk tussen het gaatje van de F en het gaatje van de E, oftewel het vierde en het vijfde gaatje, hier ongeveer. En dan heb je precies je fluit heel stevig vast, of eigenlijk is die heel stabiel, waardoor je ook heel makkelijk zo je vingers kunt bewegen zonder dat die fluit valt. Ook als je bijvoorbeeld de D2 moet fluiten en je hebt je duim eraf, dan valt die niet op de grond. Terwijl als ik deze hand los doe en ik zou nu mijn duim weghalen, dan valt die fluit op de grond. Een ander dingetje wat ik kinderen wel zie doen, dat is dat ze hun vingers die ze niet nodig hebben een soort verstoppen onder de fluit. Dan krijg je een beetje dit. B, A, kijk, dan wordt die helemaal tevoorschijn getoverd. Dat kost heel veel energie voor je vinger, want hij moet helemaal hier vandaan komen. En het kost ook heel veel tijd. Terwijl als je een snel ritme moet doen, bijvoorbeeld de B, A, A, B, A, A, B, A, A, B, dan is het niet handig als je de hele tijd die vinger verstopt. Dus zorg ervoor dat je die vingers gewoon in de buurt van de gaatjes houdt, zodat je snel gaatjes kan open en dicht doen. Bij de D2 is het de bedoeling, kijk, die duim die moet eraf. Dit is bijvoorbeeld de C2 en dan D2, C2, D2. Dat doen heel veel kinderen, die schuiven die duim een soort weg of zo. Dus dan hebben ze zo de D en zo de C, zo de D, zo de C. Maar als je dat op een gegeven moment snel moet doen, dan gaat dat niet zo lekker. Terwijl deze beweging, zeker als je je fluit goed vast hebt, dan gaat dat veel makkelijker. Dus in plaats van dit, doe je dit. Gaan we nu naar tip 5. Blazen en tong. Er waren best wat filmpjes waarin kinderen best echt bijna alsof ze een soort verjaardagstaart voor zich hadden met 100 kaarsjes en dan zo die kaarsjes uitblazen. Maar het is natuurlijk maar een heel klein instrument. Hè? Dus je hoeft echt niet zo hard te blazen. Dat is 1. En 2 is, je moet die lucht, dat doe je niet, maar die stuur je een soort, als een soort pijltje wat je gooit, stuur je zo die fluit in. En dat doe je door, zonder dat je het echt zegt, maar dat je eigenlijk het woordje du zegt. Zo du. Du, du, du.
Dan gebruik je ook je tong bij. Dus het is niet... Maar... Als ik heel lang blaas, zo... En ik ga daar een soort ritme in doen. Dan gebruik ik mijn tong. En ik zeg een soort du. En als ik dat in mijn fluit doe... Die lucht die stopt doordat die tong een soort stopje maakt. Dus kom ik gelijk bij tip 6. Tong en vingers. Als je blokfluit speelt, dan zijn veel mensen, veel kinderen vooral, ook heel druk bezig met hun vingers. Alsof ze piano spelen. Maar die tong... En van het blazen, net van de vorige tip, die zijn natuurlijk net zo belangrijk. Het gebeurt nog wel eens dat kinderen hun tong en hun vingers niet even snel gebruiken. De bedoeling is dat die vingers en die tong even snel gaan. Dat is wat mijn tong doet. Dus het oefenen is niet alleen maar die vingers, maar ook de tong. Het ritme van de tong en het ritme van de vingers gaan gelijk. Tip 7. Luisteren naar. Nou, dat is ook een heel belangrijke tip. Dus als jij hoort dat je bijvoorbeeld... ik zeg maar iets, je moet bijvoorbeeld... En je blaast te hard. Kijk, die... Dat geluid, dat zou je natuurlijk zelf kunnen horen. En dan zou je ook bij het oefenen kunnen proberen om... Wat minder met die nootjes bezig te zijn. Maar dat je ook luistert naar... Klinkt mijn fluit nou net zoals dat ik wil dat hij klinkt? Dat is eigenlijk tip 1 wat betreft luisteren. En het tweede is... Probeer ook te luisteren naar anderen. Misschien iemand uit je klas. Maar je kunt ook op YouTube eens opzoeken... Filmpjes van blokfluiters. Als je dan luistert naar hoe het geluid van de blokfluit kan klinken... En je probeert dat thuis met je eigen fluit ook na te doen... Dat is ook een manier van studeren. Dus luister veel naar muziek. Probeer te luisteren naar hoe andere muzikanten dat doen. En dan nu tip 8. Vind geen olifant. Wat bedoel ik daarmee? Als je aan het zingen bent. Je zingt bijvoorbeeld... Altijd is kort jakje ziek. Vooral dat midden in de week, maar zondags niet. Dat is heel duidelijk een zinnetje. Pam, 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 pam. Als je... aan het blokfluiten bent, of je bent op een ander instrument aan het spelen, dan zie ik nog wel eens dat kinderen hebben dan bijvoorbeeld letters onder de noten geschreven en dan zijn ze heel erg, al die letters zijn ze zo achter elkaar aan het spelen. En met het idee van als ik nou maar al die letters achter elkaar goed speel, ik ga één letter fout doen, dan komt er vanzelf een liedje uit. En als je zingt, dan ben je daar veel minder mee bezig. Want je weet niet welke noten je zingt. Tenminste, de meesten weten dat niet. Maar die hebben dat liedje in hun hoofd, in hun oren. En die zingen dan een liedje. En doordat ze zingen, hoor je ook de zinnen van een liedje. Terwijl als je op je muziekinstrument speelt, dan heb je natuurlijk met die muzieknoten te maken. Maar eigenlijk zou je dan hetzelfde moeten doen. Bijvoorbeeld vader Jacob. Alle klokken luiden. Als je dan gaat zitten spelen en je doet... Heb je natuurlijk super knap, heb je de juiste noten gespeeld. Maar als je het liedje zou zingen, dan zing je nooit alle klokken luiden. Dan zing je ook alle klokken luiden. Dus op het moment dat je speelt, moet je dus niet alle nootjes zo aan elkaar verbinden, zodat je misschien een liedje vindt, of zoals in het plaatje hiernaast, dat je alle cijfers met elkaar verbindt en dat je toevallig een olifant vindt. Maar dat je, op het moment dat je geoefend hebt en je weet van, oh ja, zo moet het klinken, dat je het ook speelt alsof je het zingt. Alle klokken luiden. Als je zelf een olifant zou tekenen en je zou die rug tekenen, dan teken je ook een mooie vloeiende lijn. Dat met die punten doet, dan krijg je...
En dan zie je al die stukjes. Nou, dat is misschien eigenlijk wel de beste samenvatting van deze tip. Dan nu tip 9. Het juiste niveau. Nou, dat is natuurlijk lastig inschatten. Als je natuurlijk zelf met je instrument bezig bent, is het heel moeilijk om in te schatten van wat is nou precies mijn niveau. Toch kun je daarachter komen door heel gemakkelijk te beginnen. Als jij bij het begin van je map begint en je begint bijvoorbeeld met Wieke heeft een lammetje of het maanliedje en je kunt dat heel goed fluiten, dan kun je gewoon gerust naar het volgende gaan. Want elk liedje is net iets moeilijker dan het vorige. Dus begin bij het begin en pas op het moment dat je merkt van nou wordt het een beetje lastig, dan zit je eigenlijk precies op het niveau wat je moet hebben met oefenen. Niet te makkelijk, want dan leer je waarschijnlijk niet zoveel. En ook niet te moeilijk, want dan is het zo frustrerend dat je die fluit wel uit het raam zou willen gooien. Dus speel op het juiste niveau. En dan nu tip 10. Noten lezen. Veel kinderen schrijven de letters onder de noten bij mij in de les. Vind ik op zich niet zo heel erg, want het gaat er natuurlijk om dat je een manier hebt, een systeem hebt om een liedje uit je instrument te toveren. Maar uiteindelijk is het toch wel fijn als je wel die noten kunt lezen. Een van de redenen bijvoorbeeld is dat als je de letters eronder blijft schrijven, dan kijk je alleen maar naar die letters. Net als dat verhaal van die olifant net. Dan ben je heel erg bezig om al die letters te fluiten. En bovendien moet je dan weten hoe het liedje klinkt qua ritme. Omdat je dat natuurlijk in de les leert, heb je het liedje al heel vaak gehoord. Dus kun je het ook lekker meefluiten. Maar als je niks van die ritme snapt, van die noten, en je weet ook niet wat de letters zijn, dan is straks de muziekles, de cursus voorbij. En dan kun je geen nieuwe liedjes fluiten. Ja, je kunt de letters er wel onderschrijven en je kunt misschien wel op een of andere manier erachter komen hoe dat liedje gaat. Maar het is natuurlijk veel makkelijker als je die noten wel weet. En dat je ook weet hoe die ritmes gespeeld moeten worden. Welke noot doet er lang, welke noot doet er kort. En er is nog een reden om het te leren. Omdat in de bladmuziek staat veel meer dan alleen maar welke letter en de noot is en hoe lang dat die duurt. Er staat bijvoorbeeld ook bij vaak of het wat harder of wat zachter gespeeld moet worden. En er staat bij welke noten er bij elkaar horen met een boog. Dan heb je één zin bijvoorbeeld. Er staat bij dat je heel even moet wachten. Of er staat bij wanneer je een stukje moet herhalen. Dat zijn allemaal dingen die staan ook bij de noot. Het gaat dus veel verder dan alleen de letters. Dus mijn advies is wel om uiteindelijk er wel voor te zorgen dat je de letters leert. Ik laat nog één keer even alle tips voorbij komen. Tip 1 was plezier. Zorg ervoor dat datgene wat je aan het doen bent, dat je dat in ieder geval leuk of interessant vindt. Als het je heel erg frustreert, ga dan eerst even iets doen wat goed lukt en probeer daarna opnieuw datgene te doen wat eerst niet lukte. Ben niet alleen maar aan het oefenen, maar wissel het ook af. Dus ook een paar liedjes lekker spelen, dan weer even iets oefenen wat nieuw is. Of wissel af van muziekstijl. Veel afwisseling is goed voor je muzikale ontwikkeling. Oefen niet de hele tijd het hele lied. Begin niet steeds opnieuw als er iets fout gaat. Maar oefen alleen de paar noten, de overgang van de ene naar de andere noot die je lastig vindt. Als je zo oefent, dan ben je veel handiger bezig dan wanneer je iedere keer opnieuw begint. Let erop dat je de blokfluit goed vasthoudt, dat je zelf ook goed zit natuurlijk. Gebruik waar mogelijk een muziekstandaard. Juist door je blokfluit goed vast te houden kun je je vingers gebruiken waar ze voor zijn om te spelen. En hoeven je vingers niet zo hard te werken om ook bijvoorbeeld de blokfluit nog vast te houden. Blaas niet te hard op je blokfluit, ook natuurlijk niet te zacht. En de luchtstroom, die regel je met je tong. Als je dan toch met die tong aan het oefenen bent, zorg er dan voor dat de tong en de vingers hetzelfde ritme spelen. Dus als je snel een nootje speelt op je blokfluit, is je tong ook een snel ritme aan het spelen. Luister goed naar je muziekinstrument. Luister of dat wat eruit komt echt is wat je wilt horen. En luister ook naar andere muzikanten. Luister goed naar hoe zij het doen, wat ze doen. Daar kun je heel veel van leren. Vind geen olifant. Denk eraan als je muziek speelt dat je net als met zingen zinnen maakt.
Maar probeer niet nootje, 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 nootje zo te spelen. Probeer inderdaad in je hoofd een liedje te zingen terwijl je het fluit. En dan hoor je al dat het beter gaat. Tip 9 was het juiste niveau. Vraag daarin dus niet te veel van jezelf. Als een liedje echt veel te moeilijk is, leg het dan nog even weg. Maar geef het niet op. Ga eerst iets spelen wat misschien gemakkelijker is. Zodat je later naar een moeilijker liedje kunt. En andersom ook. Als je natuurlijk lekker kunt fluiten en je bent goed bij met alle liedjes, ga dan niet te gemakkelijke liedjes spelen, want je wilt natuurlijk jezelf blijven ontwikkelen. En tot slot had ik als tip het notenlezen, omdat juist ook met het oog op die olifant natuurlijk fijn is als je natuurlijk naar de muzieknoten kunt kijken, omdat je er veel meer uit kunt halen dan alleen maar die letters die je er zelf onderschrijft. Ik hoop dat je wat aan deze tips had. Als je nog vragen hebt, kun je me altijd even een berichtje sturen.